Sinds 1 juni zijn de mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Een nieuwe maatregel waar we ons goed aan lijken te houden. Slechts een enkeling die nog herinnerd moet worden aan de nieuwe maatregel. Passagiers nemen verantwoordelijkheid. En je hebt enkele die dan geen mondkapje bij zich hebben. En dan proberen wij de chauffeurs aan te geven van je kan tegenwoordig overal mondkapjes kopen. Dus dan nemen we ze 1 à 2 haltes nemen ze mee. Desnoods bij de Jumbo of bij de Aldi of even in de stad, zodat ze de mondkapjes kunnen gaan kopen. Maar dat zijn enkele. Op de eerste week heb ik er 1 à 2 gehad. Dus het is eigenlijk vrij snel een nieuwe gewoonte? Ja. Ze kijken ook naar elkaar en zo lossen ze het ook eigenlijk op. En ja, er is natuurlijk ook de voordeur, noem ik het maar even, die is dicht. Hè? Er wordt niet echt langs u gelopen meer. Nee. We hebben zeker 2 meter afstand. Dus ze pakken deur 2 en deur 3, stappen ze in. Dus ja, daar is gelijk op ingespeeld. En zijn er nog andere veranderingen in de bus? Zitten mensen nog naast elkaar? Of? Nou, het wordt in de bus ook aangegeven hoe je het beste de afstand kan bewaren. En mensen zijn daar zelf ook heel scherp in. En als iemand het even vergeet, dan worden ze toch op een nette manier gecorrigeerd. En dat is wel, dat is wel weer een win-win. Wat we wel zien inderdaad in de hele concessie en ook in onze andere regio's waar we rijden, is dat langzamerhand de passagiers weer een beetje terug gaan komen. Ik denk dat wel iedereen nog steeds wel het idee heeft, hè, het OV is niet voor uitjes. Dus vooral voor zakelijke reizen, voor mensen die naar woon-werkverkeer moeten. Maar er is met het opschalen van de dienstregeling per 1 juni ook weer wat extra ruimte voor. Mag ook iedereen straks gewoon weer mee in de bus? Iedereen mag mee, hè, mits je een mondkapje op hebt. Het idee voor nu blijft nog wel steeds van ga met het OV als het noodzakelijk is. En voor niet noodzakelijke reizen, zie daar nog even van. Ja, en hoe zit het dan met de mbo-studenten, de hbo-studenten die straks ook weer naar school mogen? Klopt het dat er wordt gezegd dat ze zoveel mogelijk op eigen houtje daar naartoe moeten gaan? En zoveel mogelijk de bussen moeten vermijden en anders moet school iets regelen met het vervoer? Ja, er wordt een onderscheid gemaakt tussen echt het voortgezet onderwijs en het meer hoger onderwijs. Hoger onderwijs gaat voornamelijk na september weer opstarten. Dat wordt nog wel even een uitdaging. En landelijk zijn daar wel afspraken over gemaakt over wanneer studenten dan gaan reizen. Er wordt ook met de onderwijsinstellingen gekeken hoe gezorgd kan worden dat die studenten buiten de spits blijven. En dat er afspraken zijn over een soort van maximum aantal studenten wat tegelijkertijd heen en terug reist. Zodat we de druk op het openbaar vervoer beheersbaar houden. Er is nog geen gedoe in de bus ontstaan? Nee. Het is nog geen gekkigheid gebeurd.